Flevoland is een hele belangrijke speler op het gebied van voedselproductie en innovatie in de landbouw. We mogen met trots zeggen dat de Flevolandse landbouwgrond tot de beste ter wereld behoort. En door de inzet van heel veel vakbekwaamheid en technologie van onze boeren levert iedere vierkante meter ook een maximale opbrengst en voedsel van hoge kwaliteit. Maar de hele agrarische sector staat ook onder druk. Het klimaat verandert, de bodemkwaliteit dreigt langzaam achteruit te gaan en boeren voelen ook steeds meer maatschappelijke druk. Bijvoorbeeld als het gaat over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de uitstoot van stikstof. En daarom ondersteunt de provincie Flevoland boeren en andere partijen in de Flevolandse agrofoodketen om de Flevolandse landbouwsector ook toekomstbestendig te houden. Met het programma Landbouw Meerdere Smaken faciliteert de provincie een aantal innovatieve projecten of proeftuinen waar nieuwe technieken en methodes worden getest. Om een indruk te geven van wat voor innovaties er uitgeprobeerd worden, zijn drie van die proeftuinen met de camera gevolgd. Bij de proeftuin Akker van de Toekomst onderzoekt boer Digny van der Dries wat de toegevoegde waarde en de haalbaarheid is van strokenteelt. De traditionele manier van akkerbouwen is dat je grote velden hebt van één gewas. Dit zijn bijvoorbeeld aardappelen, dit zijn bijvoorbeeld graan, daarnaast suikerbieten. Stel dat hier een ziekte invalt, dan kan ik haast niet anders doen als het chemisch behandelen om te voorkomen dat die ziekte overal heen verspreidt. Strokenteelt daarentegen, laat maar even beeldend maken, dan heb je hier een smal strookje aardappelen. Hier een smal strookje bieten, een smal strookje tarwe, een smal strookje uien en een smal strookje haver met lupine. En daarna komen de aardappelen weer en dan herhaalt het zich voortdurend. Als er nu een ziekte optreedt, dan is het voor die schimmelziekte niet zo moeilijk om dit aan te tasten, maar wel heel weer lastig om wat hier ligt, hier liggen weer ook weer aardappelen, aan te tasten. Want dat moet helemaal die afstand weer overbruggen. Dat is bij uitstek een groot voordeel van strokenteelt. Door klimaatverandering zijn er soms jaren met minder werkbare dagen. En daardoor zijn boeren genoodzaakt hun grond te bewerken als het eigenlijk te nat is. Dit, in combinatie met de steeds zwaardere landbouwmachines, vergroot het risico op het dichtrijden van de bodem. Door deze bodemverdichting gaat de kwaliteit van de grond achteruit. De proeftuin Lasting Fields van Wim Steverink probeert hier een oplossing voor te vinden. Je ziet dat door de jaren heen de machines, de tractoren en machines voor op het land steeds zwaarder zijn geworden. Dat begint nu aantoonbaar problemen op te leveren. De bodem die wordt daardoor ingedrukt, waardoor planten minder makkelijk voedingsstoffen en water opnemen. En voor de plantenontwikkeling en groei is het beter dat die bodem niet te veel ingedrukt wordt. En daarom heb ik deze machine ontwikkeld die echt aanzienlijk lichter is. De werktuigendrager die weegt 1 ton. En een gemiddelde tractor van tegenwoordig, die weegt 3, de lichtste, 4-5 ton. Nou, dit is een dus de machine en je kan zien dat die extra licht is uitgevoerd. Dat zie je bijvoorbeeld aan de keuze voor dit profiel. Dit is een heel sterk, maar toch licht profiel. En je ziet het ook bijvoorbeeld aan de dikte van deze plaatjes allemaal. Bij de tractor is dit al snel 8 mm of 10 mm. Hier hebben wij gekozen voor 3, omdat dat volgens mij nog net moet kunnen. Ik heb echt de grens opgezocht. En ook berekend dat dit sterk genoeg moet zijn voor de toepassing. Ik heb hier gekozen voor een nieuw soort hefinrichting, dus om het werktuig op te heffen. Zodanig dat de machine dus onder de werktuigdrager hangt, waardoor die constructie gewoon veel lichter kan zijn. En dat zie je vooral bij zwaardere machines, zoals een ploeg. Als je een ploeg achter de trekker hebt hangen, dan moet je echt wel aan de voorkant een contragewicht, anders dan als je hem optilt, dan is de zaak niet in balans. Hangt het werktuig hier midden onder de werktuigdrager, dan til je eigenlijk de belasting gewoon hier recht. Daar waar de belasting is, til je hem recht omhoog en kan het allemaal veel lichter uitgevoerd worden. De proeftuin Flevovoer probeert boeren meer mogelijkheden te geven om nieuwe inkomsten te genereren. Bijvoorbeeld door het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden voor producten die zijn afgekeurd door de supermarkten. Mensen willen gewoon een mooie, perfecte peen hebben. En dat bijvoorbeeld waar ik erg tegenaan loop, is bijvoorbeeld de lengte. De retail wil een peen hebben die precies in het schaaltje past. Nou, soms groeien ze langer en dan worden ze afgekeurd. Wat er mis is eigenlijk dat deze krom is en deze is recht. Dit is wat ze willen en dit is wat ze niet willen. Maar ze smaken alle twee hetzelfde. Dus waarom zouden we niet een kromme wortel willen hebben?
Laten we kijken. Dit maatje is te klein. Dat zijn eigenlijk hele mooie bietjes. Terwijl ze eigenlijk deze maat als minimale maat willen hebben. Het smaakt hartstikke lekker. Je kan er hele leuke producten mee maken. Maar op dit ogenblik gaat het naar het veevoer. En hoeveel gaat er weg per Nou, het ligt een beetje, hè, als we dat in percentage hebben, dan praat je ongeveer tussen de 25% en 30% dat wij uit bieten en wortels weggooien. En we krijgen daar eigenlijk bijna niks voor. Ongeveer 1-2% van de marktwaarde van de bieten krijgen wij eigenlijk als veevoer ervoor. Ik vind het eigenlijk bezopen dat het als veevoer weg moet. We moeten producten zoeken waarmee dit goed vermarkt kan worden. Door andere toepassingen te zoeken voor de producten die te klein of te groot zijn. En dat is een zoektocht. En misschien moet je er wel sappen van persen. Misschien moet je er wel frisdrank van gaan maken zonder suiker, omdat er al veel suikers in zitten. Er zijn heel veel toepassingen mogelijk. Het is een van de belangrijkste doelen die we nastreven als Flevo Food. Om die goede prijs te verzorgen voor onze boeren. En te zorgen dat er minder reststromen komen en die reststromen te gebruiken. En mooie producten ervan te maken. Wij hopen dat deze proeftuinen nieuwe technieken, nieuwe manieren van werken opleveren, waardoor de Flevolandse boer zich kan verbeteren en zich ook verzekerd weet van een stabielere toekomst. De provincie Flevoland blijft investeren in de vernieuwing van de Flevolandse landbouw, omdat we willen dat Flevoland ook in de toekomst een wereldspeler van formaat blijft.